eindexamen natuurkunde, VWO uit 2014. We zijn aanbeland bij opgave 3 en opgave 3 gaat over de bepaling van de brekingsindex. En de eerste vraag die hierbij hoort is vraag 12. En bij vraag 12 hoort een opstelling waarmee een laserlicht op een bak met water wordt geschenen en waarmee de breking in water zichtbaar wordt gemaakt. Van deze opstelling zijn een aantal lengtes gegeven. De letters A, B, C en D, daarvan is een lengte gegeven. En de vraag is, bepaal aan de hand van deze waarde hoe groot hoek I is. En hoek I is hier aangegeven. Om dat te gaan doen, gaan we eerst eens kijken of we een driehoek kunnen maken. Want als we een driehoek hebben, dan kunnen we vaak met een sinus, cosinus of een tangens verder werken naar ons antwoord. Nou is die driehoek snel gemaakt. Kijk, zo heb ik een mooie driehoek gemaakt. En ik zie dat ik de schuine zijde niet weet, maar wel de aanliggende zijde en de overstaande zijde. En dat we dus zeer waarschijnlijk de tangens moeten gaan gebruiken. De tangens van hoek I is gelijk aan overstaande delen door aanliggende zijde. Als we nu gaan kijken in onze opstelling, dan kunnen we zien dat de overstaande zijde gelijk is aan lijnstuk C. De aanliggende zijde is gelijk aan het lijnstuk A min B. En alle drie de waarden weten we, dus die kunnen we invullen. En dan krijgen we 12,4 delen door 35,1 min 8,5. Dat is de tangens van hoek I. Die kunnen we gewoon uitrekenen. En hieruit volgt natuurlijk ook hoek I. En als je dat netjes doet, zul je voor hoek I 25,0 graden vinden. Vraag 13 gaat verder. Er wordt een meting uitgevoerd, een serie metingen uitgevoerd. Bij verschillende hoeken I worden de hoeken R bepaald en die worden uitgezet tegen elkaar. Sinus I tegen sinus R. En elke meetwaarde kent ook een foutmarge, een bepaalde onzekerheid. En die foutmarge is hier aangegeven in de grafiek. Dat zijn de horizontale en de verticale streepjes. Die geven de foutmarge aan, zowel in de x- als in de y-richting. Hoe groter de streepjes, hoe groter de foutmarge is. Er is een leerling, die heet Frank, en die wil de brekingsindex bepalen door slechts één meetpunt te nemen. En de vraag is, welk meetpunt kan hij nou beter pakken, punt 1 of punt 2, om tot een zo nauwkeurig mogelijke waarde voor de brekingsindex n te komen. Ja, hoe gaan we dit aanpakken? Ten eerste moeten we concluderen dat als we alle meetpunten afzonderlijk bekijken, dat de absolute foutmarge bij alle meetpunten ongeveer even groot is. De streepjes in de x- en y-richting zijn bij alle meetpunten ongeveer gelijk. Waar zit nou het verschil? Het verschil zit hem erin dat bij meetpunt 2 de waarde van i en r veel groter is dan bij meetpunt 1. Omdat die waarde groter is, zal de foutmarge bij punt 2 relatief, want we moeten hier kijken naar de relatieve waarde, relatief gezien kleiner zijn dan de foutmarge bij punt 1. Dus de conclusie moet zijn, relatief bij punt 2 kleinere foutmarge, dus je moet punt 2 pakken als meetpunt en niet punt 1. Een andere manier van redeneren is dat je zegt ik ga zo'n meetpunt gebruiken om een rechte lijn door te trekken en die rechte lijn die ga ik dan gebruiken om uiteindelijk mijn richtingscoëfficiënt te bepalen en daaruit de brekingsindex. Omdat de meetpunten een foutmarge hebben, kunnen die getrokken lijnen binnen een bepaald gebied liggen. En bij punt 1 is dat gebied als volgt. De twee uiterste lijnen die nog net door het randje van de foutmarge lopen, die zijn hier getekend. En je ziet dat je een vrij grote spreiding hebt in je mogelijk hellingsgetal. Bij punt 2, omdat punt 2 verder weg van de oorsprong af ligt, hoewel dus de absolute foutmarge even groot is als bij punt 1, zul je zien dat als je daar
lijnen doorheen trekt, door de uiterste puntjes van die foutmarge, dat zijn die gele lijnen, dat de spreiding in jouw hellingsgetal, in jouw ritscoëfficiënt, veel kleiner is. Dus bij punt 2 krijg je een veel nauwkeurigere bepaling van jouw brekingsindex dan bij punt 1. Bij vraag 14 krijgen we 4 afzonderlijke opdrachten. Die moeten we alle 4 gaan doen. En we krijgen hier een overzicht van een meetserie. En we moeten eerst dadelijk de meetpunten met elkaar verbinden. Middels een rechte lijn die binnen de foutmarges ligt. En die voldoet aan het theoretisch verband tussen sinus I en sinus R. Wat houdt dat laatste in? Dat houdt eigenlijk gewoon in dat wanneer hoek I 0 is, hoek R ook 0 is. Want dan heb je geen breking, dan gaat de lichtstraal rechtdoor. Dus bij het punt sinus I is 0 hoort ook sinus R is 0. Dus de lijn die we gaan tekenen, die moet door de oorsprong lopen. En die moet ook zo lopen dat hij eigenlijk door alle 6 de foutmarges van de meetpunten loopt. Dan hebben we een mooie lijn getekend. Nou, ik zal hem eens tekenen. Ziet hij er ongeveer zo uit. Deze lijn voldoet aan de criteria. En het tweede punt dat we moeten doen is de helling van deze lijn bepalen. De helling, oftewel richtingscoëfficiënt. Nou is de richtingscoëfficiënt gelijk aan delta i delen door delta x. En die kunnen we hier aflezen. In de i-waarde kom ik tot ongeveer 0,73. In de x-waarde heb ik 1. Dus de richtingscoëfficiënt is 0,73. Uit deze richtingscoëfficiënt moeten we de brekingsindex zien te bepalen. En nu weten we de formule van brekingsindex. De formule van brekingsindex is sinus i delen door sinus r. Wat hebben we nu net gedaan? We hebben net eigenlijk de richtingscoëfficiënt bepaald en dat hebben we precies tegenovergestelde gedaan. Sinus r delen door sinus i. Dus het getalletje wat we net als antwoord hadden is de reciproke van de brekingsindex. De 1 gedeeld door van de brekingsindex. Om de brekingsindex uit te rekenen moeten we dus 1 gedeeld door het hellingsgetal nemen. En als je dat netjes doet, dan komt eruit 1,37. Nou, dat is een hele acceptabele waarde voor een brekingsindex. Frank had net 1 punt genomen om de brekingsindex uit te rekenen. En Birgit, dat is de leerling die deze lijn trekt, die heeft alle punten genomen. Waarom is de methode van Birgit nu beter dan de methode van Frank? Dat zit er maar in dat Birgit alle meetwaarden meeneemt in het bepalen van haar rechte lijn. En dus ook alle foutmarges meeneemt. En wanneer je ze allemaal meeneemt en je niet focust op slechts 1 meetpunt, dan middel je eigenlijk die foutmarges. Die worden kleiner. Je bent nauwkeuriger bezig, want je houdt rekening met alle mogelijke afwijkingen. De ene keer kan de afwijking wat te hoog liggen, de andere keer wat te laag. Door alle meetpunten te pakken, middel je dus je fout, waardoor je nauwkeurigheid waarmee je tot een brekingsindex komt, verhoogd wordt.